Zo mogen we je noemen, toch, vanaf nu? Nu wel even, ja. Ja. Hey, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Allereerst met de generale repetitie van vanavond. Ja, dank je. Ook met het 65-jarig bestaan van ja, de BOV. Klopt, dankjewel. Waar zit je zelf al bij deze fantastische, fantastische club eigenlijk? Goed dat ik dat toevallig vandaag had uitgerekend. 15 jaar. 15 jaar. Ja. Ik geloof dat, dat dit mijn 9e productie is. Ik heb ooit, toen ik 16 jaar was, bij de BOV mijn eerste productie gedaan. Bij de Pirates of Penzance in 2003, geloof ik dat het was. Even kijken, bij Moulin Rouge heb ik Satine gespeeld. Dat was wel een van de eerste, volgens mij. Ja, dat is pas mijn tweede jaar. Serieus? Ja, serieus. Ik ben vorig jaar begonnen als aspirant lid. En dit jaar mag ik Amnere spelen in AIDA. Dit is mijn derde jaar bij de BOV en ik heb eigenlijk steeds een hele andere rollen gezeten in de club. Ik heb vorig jaar bij de producers zat ik in het changement team, dus toen was ik het bankstel. En het jaar daarvoor bij de WIS zat ik in het ensemble, dat is mijn eerste jaar. En het is gebruikt bij de BOV dat in je eerste jaar zit je in het ensemble. Om dus de club te leren kennen, om een productie te leren kennen. Dus drie verschillende dingen. Zit je ook achter de schermen? Dat was Nee. Dat heeft ermee te maken dat ik ook regisseer, alleen niet bij de BOV. En ik had al ergens een overeenkomst. Dus ik wist dat ik niet mee kon doen. Nou, dan kun je een sabbatical nemen, een jaartje ertussenuit. Maar dat kon ik niet. Dus ik wilde niet tussenuit, dan wilde ik wel andere dingen doen. Jongen, wacht, je bent nerveus. Luister nou, je hebt geen keus. Doe niet zo dom, zo rancuneus. Wees een beetje ambitieus. Dus jij wilt je leven volkomen verpesten voor een ellendige slavin. Ze heeft een naam, nog een paar maanden. En jij weet niet eens meer hoe ze heten. Productieleider houdt eigenlijk heel de productie in de gaten. Ik begin met, in november beginnen we meestal met het kiezen van een nieuwe stuk. Dus dan zijn we volop in de repetitieperiode zijn we al begonnen. In september beginnen we natuurlijk met repetities, maar vanaf november gaan we nadenken over de nieuwe titel. Ik vraag meestal de rechter, ga ik opvragen. Wat is beschikbaar, wat is er mogelijk? Daar begint het eigenlijk mee. En op het moment dat we een keuze van een stuk hebben, dus een go hebben, ja, dan moet het script gefilterd worden. Dus ja, dan gaat het naar de regisseur, naar Diemer. Deels met Kees Warmuskerke gaan hun beeld bepalen natuurlijk van wat zijn de ideeën, waar willen we naartoe, hoeveel kleding hebben we nodig, dan gaan we filteren uit het script, we gaan kijken hoe de decors in elkaar zitten, wat de ideeën erachter zijn. Nou, in september is het dan beginnen natuurlijk met de repetities, ja, maar dan gaan we ook beginnen met de kleding, dan gaan we ook beginnen met de requisieten, dan beginnen we ook met de decors bouwen. Wie had ooit gedacht dat het bestond? Waarschijnlijk niet de enige die voor die rol auditie heeft gedaan. Nee, hoe voelde dat toen je, ik neem aan dat je telefoon keek, of hoe ging dat? Nee. Dat doen wij gewoon met z'n allen bij elkaar. En Martin, de productieleider, die maakt er altijd wat leuks van. Dus die had een piramide, zeg maar, opgerold in de lucht. En die ging na de repetitie ging die pas naar beneden. Dus iedereen wist van, nou, daar hangt de rolverdeling, maar we moeten er nog even op wachten. En toen werd dat onthuld. Ja, toen zag ik mijn naam staan. En, wat deed je ja, toen? Ik moest wel even slikken. Ja. Wat was je eerste reactie? Ja, volgens mij kreeg ik tranen in mijn ogen ook. Gewoon van ontroering van, oh ja, het is gelukt. Het mag. Ja, zo'n mooie rol als Amneris, daar kan je ook niet blij om zijn. Het is echt, dat was even een eerlijkheidsgehalve 2 seconden. Oh, dat is het niet. Maar dit is het wel. En ik moet echt eerlijk zeggen, achteraf, deze rol past heel goed bij me. Dus ik vind het echt een dikke pluim voor artistiek dat ze dat gezien hebben. Maar ik zie het nu en het steekt mij. Ik zie het nu en het breekt mij. Ik zag het een beetje te laat. Oh.
natuurlijk gewoon alle repetities die we doen. En je wordt daarin door ons artistieke team heel erg goed gecoacht. Dus we hebben naast de regisseur ook nog een spelcoach. We hebben koorrepetitor en we hebben Pieter Jan, de dirigent, die je ook nog vocaal individueel tips geeft. Fantastisch orkest. Ja, inderdaad. En dat draagt daaronder natuurlijk ook wel lekker mee dat je daarboven kan zingen. Ja, dus je wordt heel erg meegenomen en klaargestoomd voor deze worst. En daar hebben we ook een half jaar de tijd voor. Ik begrijp dat je in de professionele wereld, ja, dan doe je dat in een paar weken en dan moet het er zijn. En ja, wij kunnen thuis altijd rustig nog onze teksten doornemen, onze liedjes oefenen, extra zanglessen nemen. Dat doen we allemaal, ja. De sfeer is ontzettend goed. Ik speel de bad guy, dus eigenlijk zorg je alleen voor een enorme bak negativiteit. Maar dat is echt alleen op het podium. Kijk, achter de schermen is het een drukte, maar ook elkaar helpen, elkaar steunen. Ja, lachen als het goed gaat en juichen als het goed gaat. Samen balen als het minder gaat en iemand weer een pep talk geven hoort er ook bij. Wat ik bij ons heel erg krachtig vind en heel fijn aan deze club is dat iedereen zich voor 200% inzet. En dat zie je ook terug, want iedereen die speelt op het toneel, maar is daarnaast ook nog betrokken bij van alles en nog wat. De een die springt ook bij de PR of in sponsoring of doet social media of helpt bij de kostuums, decor. Dus alleen schitteren is maar een heel klein stukje van wat je bij de BOV doet. Ja, je kent elkaar. Je bent een kind aan huis, dus als wij maandag als hier de vrachtwagens komen, heb ik het licht al aangedaan hier. En de jongens van techniek komen binnen en het is echt als thuiskomen hier. Dat vind ik ontzettend tof om te doen. En dat, ja, het is gewoon een heel leuk team. En het is een heel leuk gezelschap, ook de BOV natuurlijk. Zijn we niets van geven maar van een harteloos en God. Die ons het paradijs laat zien. Een mooie wereld stond. Ik zal doen wat je vraagt. Je speelt inderdaad 8 keer in het theater. Maar als je nou ja, een ruim half jaar actief bent voor die 8 keer, dan is het eigenlijk maar een hele kleine winst. Dus het is veel leuker dat het hele half jaar geen investering is, maar gewoon genieten met z'n allen en samen iets moois creëren. En dat doen we hier. Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ja, denk ik ook wel. Ja, nog even lekker een nacht goed slapen en even bijkomen van deze avonden. Want de generales zijn toch ook wel pittig. Omdat je soms een beetje dingen stoplegt en dan weer door. En morgen mogen we helemaal mee in de flow. En voelen we waarschijnlijk ook iets van wat het publiek ervan vindt. En dat zou ik ook wel fijn vinden. Ja, ja. Dus kijk ik dan uit. Nou, wij willen je heel veel succes wensen tijdens die première. Dankjewel. We hebben het vanavond gezien, dus ik denk ja, die première gaat gewoon helemaal goed komen met jullie. Ja, daar gaan we voor, ja. En mijn ogen mogelijk hoopvol en toch.